Wat staat hier nou? Linkjoch is een stinkjoch. Yo, what the fuck dan? Als jij dat ooit hebt gezegd, hè, dan ga ik op je de-abonneren. Klootzak. Yo, die mensen, welkom terug bij een nieuwe video. De vakantievideo's zijn voorbij. Het is maandag, het is de tijd om lekker door te gaan met het oude schermaatje. En aangezien op maandag natuurlijk een in real life video staat. En ik de afgelopen 9 dagen alleen maar vlogs heb geüpload. Leek me toch wel leuk om iets te doen achter de computer. Zo gezegd, zo gedaan, kwam ik laatst een video tegen van de enige echte game meneer. Natuurlijk op dagelijkse day. En die video heette namelijk, hoe goed ken ik Linktijger? En toch bij mezelf, lijkt me misschien leuk om dezelfde website te pakken en dezelfde quizzen. Maar dan niet de Linktijger variant, maar dan precies de Game Meneer variant. We hebben uiteindelijk Game Meneer die vragen gaat beantwoorden van Linktijger. En Linktijger, dat ben ik natuurlijk, een vraag gaat beantwoorden over de Game Meneer. Zo gezegd, zo gedaan. Boom, we zijn op deze website. En er staat al meteen bovenaan, staat er al een Game Meneer quiz. Maar we gaan even opzoeken, Game Meneer. We hebben er heel veel. We gaan er gewoon een paar doen. We gaan beginnen bij de allereerste. En dan staat, kijk jij Game Meneer, tussen haakjes Don. Dan ben ik benieuwd hoeveel jij over hem weet. Don maakt video's op een ander kanaal. Dat klopt, op dagelijkse day. Don heeft Skywars gespeeld. Dat klopt. Dat heeft hij 3 afleveringen gedaan of zo. Don heeft een vriendin Def. Nee, dat klopt niet. Don heeft een serie genaamd Donderdag. Dat klopt. Don uploadt video's waarin hij met mini stack speelt. Mini stack? Geen idee. Fout zeg ik dan. Don woont met een Melvin. Dat is niet waar. Don was de huisgenoot van Mina. Dat klopt. Don draagt make-up. Wel vaak, maar niet altijd. Dus fout. Don kent Enzo Knol. Dat klopt. Don zegt nooit kaas inmiddels. Dat is fout, want dat zegt hij regelmatig. Test results. Hoera, hoera. Je bent een echte fan. Je kijkt genoeg video's. Je bent een echte Game Meneer fan, dus ook een mail. Ka! Ik heb gewoon 10 van de 10. Heb ik gewoon goed. Yo, Don. Je echte fan is hier, bro. Echt waar. Dan hebben we nog een Tessie. Een Game Meneer Tessie. Hoeveel weet jij van Don Game Meneer? Hier kan je het testen. Heeft Don een huisgenoot op dit moment? Op dit moment, zover ik weet, niet. En wie heeft Don een relatie gehad met Devony? Hoeveel subs heeft Don op 31 augustus 2016? Dat is letterlijk ongeveer nu. En hoeveel zou Don er nu moeten hebben? Ik denk 615.000. Maar we gaan toch even checken voor de zekerheid. 616.000 zie ik zelfs. Hé, dat is wel accuraat, hé. Heeft Don een keer op tv geshined? Jazeker. Wat is Don zijn zinnetje? K, ik ben een mail. Hoeveel zinvideo heeft Don in totaal gemaakt? Oeh, dat zijn er veel. Want hij heeft het voor mij ook op zijn eigen kanaal gedaan. En op dagelijkse day. Dus het is of 90 of 148. En de price is right, we gaan voor 148. Hoeveel man van de kijkers heeft Don gemaakt op 31 augustus? Ja, maar deze zijn zo dicht op elkaar. Ja, dat vind ik dan wel jammer. Dat is echt van die getallen die zo dicht op elkaar zijn. Ja, weet je, wij don't fucking know. Hoeveel donderdagen heeft Don gemaakt? In ieder geval denk ik 69, want zoveel zijn het echt niet hoor. Hoeveel FIFA-video's heeft Don gemaakt? Oh, wat zulke vragen. Ook zo lekker dicht bij elkaar. Hoe is het? Zo heb ik 2 vragen fout. Is Don Game Meneer zijn eerste kanaal? Nee, dat is niet. Uit daarvoor ook een ander kanaal. En ik zie 8 van de 10. 8 van de 10. Ik call het je. Die 2 vragen. Je kijkt maar van Tijger had ik fout. En de FIFA-video. Die heb ik allebei fout. Dat is echt van die kutvragen, weet je wel. Die andere, weet je wel. Dat nog ongeveer, zeg, 30 afleveringen tussen zaten. Dat is een eerlijke vraag. Maar als er maar 1 aflevering tussen zit, dat is gewoon bullshit. Game Meneer, goed of fout? Deel 3. Oké, we hebben deel 2 en 1 niet gespeeld, maar dat maakt niet uit. Game Meneer is hier fout geschreven. Dat klopt, want er moet nog een ME tussen. Dus dat is waar. YouTube Live 5 heette Annika wordt hater. Sowieso niet, want daar zit een spelfout in. Met een DT moet dat zijn. Gaan het even opzoeken. YouTubers Live 5 heet trouwens haatreacties zelfs. Dus sowieso zat hier al een spelfout in. En dat was niet eens voor Don. Dus ik wist het. Intro van Game Meneer duurt 4 seconden. Nou ja, om en erbij 4 seconden. Ja. Als dat zeg maar dat dichtvallen meten. Ja, ongeveer wel 4 seconden denk ik. Hut World 2 heette man van het internet. Vast wel. FIFA Ultimate Team 5 heette Crossbar Challenge. Denk het niet. Physical Overwatch heet 360 Deagle Headshot. Vast niet. En dit zijn niet echt vragen over Don. Het zijn meer vragen over zijn fucking video's. Je deel is dit. Hoe moet je dit weten? Op 7 minuut 9 seconden van Rocket League hashtag 4 zei Don tussen haakjes. En nu ga ik scoren ook. Hoe de fuck moet je dat weten? Ik kan je vertellen, er is niemand die deze quiz doet achter zijn pc'tje. En die leest deze vraag en deed bij zichzelf van die Rocket League 4 precies op 7 minuut 9 op hoofd. Toen zei volgens mij Don iets geks van en nu ga ik scoren ook. Ja, dat was deze. No way dat zo is. Ik heb geen flauw idee, ouwe. En alsnog heb ik gewoon 7 van de 12 gewoon goed. Wat een kut quiz. Wat is Game Meneer's echte naam? Dat is natuurlijk Don. Met wie woont Game Meneer samen? Hij woont momenteel alleen. Alleen deze quiz is in april gemaakt. En ik weet niet toen Don woonde toen al op zichzelf. Maar ik denk dat ze nog bedoelen dat hij met Milan woonde, denk ik dan. Wat is Game Meneer's dag? Dat is donderdag. Wat is Game Meneer's dingetje? K, ik ben een mail. Nu over vragen over Game Meneer's vriendin. Die heeft hij niet. Maar het gaat over server van Devony. Ik heb geen idee. Play.cutiegames.nl denk ik. 1 antwoord is goed.
goed, kies de juiste. Nee, wat heeft dit met Gamelet te maken? Niks, sowieso die. Want het heeft ook totaal niks mee te maken. Wat upload Don op DHD? Sims 4, FIFA 14 met Milan of niks? Deze komt in april, dus ik denk dat hij toen nog Sims 4 deed, geen idee. Wie is de baas van DHD? Milan Knol, mooi. Wat betekent DHD? Dagelijks HD met dubbel A, dubbel E. Wat is de naam van Milan's Engelse kanaal? Dat is Manino Quapa. 8 van de 10 goed. En ik kan niet zien wat ik fout heb, dat is jammer. Dan maar een volgend quizzie. Wat voor accent heeft Don? Ik heb geen idee. Ik denk een Amsterdams accent. Want Surinaams, Zuid-Afrikaans, Vlaams en Fries lijkt me echt niet iets voor hem. Dus ik denk Amsterdams. Wat is het uploadschema van Don? Meestal elke dag om 8 uur een video en donderdag een tweede. Jazeker. Dat is helemaal waar. Bij welk kanaal zit Don? Bij dagelijks HD. Wacht, ik had het net verkeerd ingevuld. Het stond dagelijk HD. Dacht ik in ieder geval. Maar het maakt niet uit. Welk momentje van dagelijks HD maakt Don? Geen een van deze allebei. Wat is de Don-uitspraak? K, ik ben een mail. Wat was dat hier nou? Link toch is een stink, joh. Yo, what the fuck, Don? Als jij dat ooit hebt gezegd, hè, dan ga ik op je D abonneren. Klootzak. Met je linkjogger is een stink, joh. Fuck jou. Ik doe helemaal deze quiz, deze episode helemaal naar jou dedicated. En dan kom ik met deze meuk. Hoe vaak heeft Don meegedaan met de build-off? Ik hoop sowieso dat gewild dat een 0 stond, maar hij heeft 2 keer meegedaan. Of in ieder geval met mijn build-off dan, hè. De haarkleur is bruin-zwartachtig. Ja, allebei een combinatie van. Hij heeft niet echt bruin haar, dus denk zwartachtig. Deze quiz heeft 12 vragen. Nee. Wat heeft hekel aan YouTubers, vloggers worden genoemd in heel veel kranten? Ja, natuurlijk. Dat is ook gewoon kut. Ben ik cool? Stomme surfkop opschepper. Dat vind ik een hele goeie. Ik heb 7 van de 10 goed. Hier, dat dagelijks HD had ik fout, zie je? Want zo'n dagelijk HD, dat is echt zo naar. Dus dat weet niemand. Dat heeft hij nooit verteld. Nou, kan je vertellen, hij heeft er wel een hekel aan. Hij is ook gewoon een YouTuber. Ik ben een YouTuber. Hij is geen vlogger. Wat we wel zijn gamevloggers. We zijn wel gamevloggers. Deze dan maar. Welke serie deed hij bij zijn vriend Selvano? Weet ik het. FIFA co-op misschien. Welke dag upload Don 2 keer? Dat is op donderdag. Hoe heet zijn familie in The Sims 4? Don Daphne sowieso. En ik denk Don is er geen idee. Na het einde van FIFA 15 op Game Meneer, welke club wou hij namaken? Weet ik veel, mooi. Dat is echt vragen die ik gewoon niet kan weten. Wat is de bijnaam van diegene die Don hielp om een goede fraude team te maken? De vrouw. Geen idee. Hoeveel video's maakt hij van Skywars? Dat zijn er 3. Bij de serie YouTube Live, welke kleur snor heeft zijn personage? Ik denk een... Ik wou een roze denken. Ik denk dat hij geen snor heeft. Hoeveel afleveringen van The Hunger Games heeft hij gemaakt? Ik dacht 1-1-1 om precies te zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Je vindt hij absolute fraudeur in FIFA. Hoe moet ik dat weten? Inni, mini, mani, moki, klaar, de koffer, hop ik deze. Hoe noemt de Nederlandse kampioen van FIFA? Don heeft er een video mee gemaakt. Nou, sowieso Koen. Een van deze 2. Weiland of Weilands? Ik ga voor Weilands. 6 van de 10. Dat is nogal voldoende. Maar dit was ook gewoon weer zo'n kutquiz. Geef me een goede Don-quiz. Hoeveel abonnees heeft Don? Ongeveer 600.000. Op welke dag gaat Don live? Dat is altijd op vrijdag 8 uur. Op welke website gaat Don live? Op Twitch, man. Met wie heeft Don ooit samengewoond? Met Milan van Dagelijks HD. Of met Willem-Alexander uit het Koninkhuis? Ja hoor. Mocht die droom, die man. Wat had Don het meeste in Map van een Tijger? Het varken, Enderman en de Dragon, de slijmblok of het ijsblok? Ik zie Don wel niet haat aan de varken. Enderman kan en de Dragon heeft hij sowieso niet gevochten. Slijmblok is soms irritant, maar ik denk een ijsblokje dat wel eentje is hoor. Waar heeft Don een probleem mee op zijn gezicht? De kleine ogen, puisten, baardgroei, acne en snorgroei. Snorgroei en baardgroei is sowieso niet bij hem aanwezig. Puisten heeft hij niet, acne heeft hij niet. Heeft hij de kleine oren? Even kijken hoor bij Don. Ja, de foto die je te zien heeft niet wat kleine oren of zo. Gewoon normale oren. Ja, baardgroei of snorgroei en baardgroei denk ik. Geen idee. Hoeveel Pokémon Go heeft hij opgenomen op zijn kanaal? Eentje. En dat is toevallig een video met mij. Hehehe. Wat zegt Don? Ja, ik ben een mail. Hoeveel Ark Survival Evolved heeft hij gemaakt? Dat zou ik heel eerlijk zijn niet weten. Dus ik ga maar voor 55. Hoeveel heeft hij gemaakt van Survival the Fittest? Ik denk wel een stuk minder. Dus ik ga voor 4. En ik heb er 9 van 10 goed. Wat heb ik fout? Dit was een baardgroei blijkbaar. Don heeft moeite met baardgroei. Don, die kan geen baardje groeien. Mon. Nou, ik ook niet. Ik heb echt dezelfde haargroei als Don. En ik had de laatste fout over Ark Survival Evolved. Het was een 2, dus ik had bijna perfect scoren. Dit was dan weer een beter quizje. We gaan door naar de volgende. Heeft Don een huisgenoot op dit moment? Nee. Maar wie heeft een relatie gehad met Daphne? Hoeveel subs heeft Don op 31 augustus? Ongeveer zoveel. Maar deze quiz heb ik al gehad. Dat is raar. Oké, dit is een betere quiz. Don upload op dinsdag Ark. Dat is... Pas wel waar. Don woont samen met Wieland, niet waar. Don heeft zijn hond ook niet waar. Don heeft 1 Agario video, dat klopt. Don heeft Slither. Oh nee, dat niet. Don upload 2 keer op donderdag, dat klopt. Don upload... dinsdag YouTube. Oh nee, YouTube blijft natuurlijk op dinsdag, toch? Denk ik in ieder geval. Dus dan gaan we deze
even omswitchen. Dan woon ik nog bij zijn moeder, niet waar. 50 aflevering van Minecraft Survival. Pff, vast wel. Onze vriendin Nigel. Nee, want hij heeft geen vriendin. Testresultaat. 8 van de 10. Oh. En ik kan niet zien wat ze fout heeft. Maar voor deze aflevering afsluiten wil ik even een Jeremy quiz doen. Ik weet het dat ik deze video natuurlijk dedicated heb naar onze grote vriend Don. Hoe oud is Jeremy? Jeremy is 19, toch? Jeremy is 19. Wanneer is Jeremy jarig? Godkan. Nou, blijkbaar dus ergens in januari dan. Ik denk de 28. Sorry, Jeremy, als dit ziet, het spijt me. I don't know, man. I don't know. Hoe noemt Enzo Knol Jeremy altijd per ongeluk in de survival? Jeffrey Morn. Welke video is het meest bekeken op al die compilaties? Link versus Jeremy, denk ik dat die het meest bekeken is. Dat is een topkek video. Hoeveel broertjes heeft Jeremy? Hij heeft er 1 broertje en 2 halfbroertjes. Maar ik denk dat ze 3 tellen. Hoeveel tweets heeft Jer geplaatst? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Deze man tweet niet zo heel veel. Denk 6000. Wie heeft de naam Traanman gekozen? Dat was ik met het hartje. Is dat gewoon een hartje bij mijn naam? Wat is dit? Wat is dit voor liefde? Ik hou van deze quiz. Wat is de achternaam van de vriendin van Jer? Nou, Jansen, want haar naam is Roos. Hoe heet de hond van Jeremy? Traanman, Ken, Milo, Linky of Maarten? Sowieso heb ik die al een paar keer gezien. Milo, en zet dus een hartje achter. Dus dan weet je het sowieso al. Heeft Jeremy een bril of een beugel? Nee en nee. Heeft allebei niet. En kijk eens aan. Ik heb 7. Ik had gewoon zijn geboorte. Ik wist gewoon dat hij op 28 januari waren gehad. Ik wist het gewoon. Jeremy heeft 4 broertjes. Yo, what the fuck? Jer, 4 broertjes? Huh? Ik ga een WhatsAppje sturen. Jer, jij hebt toch 3 broertjes. Oké, dat is super raar. Daar heb ik zo antwoord al van. Kijk, zijn tweets wist ik ook niet. Dat zijn 10.000 in plaats van 6.000. Jeremy heeft een bril. Oh, en hij zegt trouwens op WhatsApp, zegt hij yes. Ik doe een game meneer quiz. En jij komt erin voor. En hij zegt gewoon dat hij een bril heeft. Ik ben nu met Jer aan het WhatsAppen. En letterlijk wat hij zegt is mon. Maar letterlijk wat hij zegt, die gok je maar. Lul. Ja, maar je hebt geen bril, Jer. Je hebt geen bril, Jer. Fuck deze quiz. Ik heb er maar gewoon 1 goed of 1 fout moeten hebben. 1 van de 10. Weet je, ik ben klaar met deze quizzen. Ze kloppen gewoon voor geen meter. En we weten zelf niet eens de goede antwoorden, want Jerry met 3 broertjes. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vraag een duimpje omhoog achterlaten. En ik zie jullie in de volgende video. Vergeet vooral niet hier te klikken voor een nieuwe video. En zet hem mee. Dat is later.